Massale steun voor de petitie naar de dood van Anne Faber faalt ons rechtssysteem. En daar waar u en ik al lang weer een eitje tikken, is het leed voor de pluimveehouders nog lang niet voorbij. Even een frietje halen. Patatje. Frietje. Een oeroude Nederlandse traditie die, als het aan de frituurders ligt, een officiële status krijgt. Dit is de Week van Gelderland. Ja, het schokkende nieuws gisteren dat het lichaam van Anne Faber is gevonden liet ons allemaal erg achter met de vraag: hoe kon dit gebeuren? Een petitie op Facebook waarin gevraagd werd om een antwoord op die vraag is inmiddels al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoe terecht is de vraag, staat hier zo ter discussie. En je zit in een grote rolstoel, wilt graag een aangepast aanrecht. En dan ontdek je dat je medische keuring door de gemeente is aangepast. Carla Klaassen is woest. En bij Inge aan de bar een mooi voorbeeld van hoe een dorp samenhorigheid toont. Ja, daar waar voor u en mij de eiercrisis al lang weer voorbij is, is voor de pluimveehouders het leed nog niet geleden. Kippenboer Edwin van Remmen uit Vasselder moest gisteren voor de tweede keer ruimen. Gisterenmorgen zijn ze al gekomen. En het ging heel snel, zeggen ze. Dus kijk rond, het is allemaal dood. Die waren heel snel dood, zeggen ze. Dit is een hele zware klap, dit. Ja, je kunt er toch niks meer aan. Ja, ze zijn dood, maar het is wel heel erg, ja. Ja, een hele zware klap. Bakker Jaap van der Veer uit de eierhoofdstad Barneveld, van harte welkom. U trekt zich het leed van de pluimveehouders ontzettend aan, hè? Waarom? Ja, dat klopt. Als bakker heb je veel met de boer te maken. En daar vergissen wij ons, denk ik, wel eens in. Want alles wat eigenlijk op je bordje komt en op tafel komt, dat komt uiteindelijk bij die boer vandaan. En ik heb die boer hard nodig in mijn bakkerij. Met het gebruik van eieren. Met het gebruik van graan. Ja, en nou noem tal van producten maar op. Ja, en u spreekt die boeren ook vaak. Wat zijn de verhalen die u hoort? Ja, de verhalen die zijn echt in en in triest. En het leed van de boeren, dat is zo ontzettend groot. Dat, er zijn boeren bij, hoor ik gewoon, die maken gewoon een ritje in hun eigen auto. Als er iets gebeurt, zou ik maar zeggen. En dan gaan ze maar een eindje rijden om te denken van, dan zijn we even de boel even kwijt. En u dacht, daar moet ik wat aan doen. U bent in actie gekomen. Op welke manier? Nou, we zijn in actie gekomen door middel van eigenlijk een krantenbericht wat ik geplaatst heb. En daar zijn uiteindelijk 1900 likes op gekomen, of tenminste gedeeld, ja, in 3 dagen tijd. En dat zegt mij eigenlijk genoeg. En ik denk, nu is het echt actie om actie te ondernemen. En wat wilt u concreet doen voor die boeren? Nou, we gaan een stichting oprichten, maar dat heeft nog enige problemen, brengt het met zich mee. Maar de stichting die gaat in ieder geval Stichting Kippenvel heten. Ja, het woord zegt het al en eigenlijk de hele benaming van de stichting die het goede doel dan gaat dienen in dit geval. En daarnaast is het zo dat we verschillende acties op touw gaan zetten. En het moet allemaal geld opleveren. En dat moet geld. Voor die boeren om ze te compenseren dat wat de overheid nalaat, hè, niet nou, doet. Ja. Zo'n stichting, begreep ik, is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Daar wint u zich enorm over op, klopt ja, dat? Ja, dat klopt helemaal. Ik ben met de Belastingdienst in gesprek geraakt. En het kwam eigenlijk op een belastingvrije voet van ongeveer 2129 euro. Wat daarboven kwam, daar moest 30% belasting voor betaald worden. En als we meer als stichting als 120.000 euro zouden opbrengen, dan zou er 40% van belast worden. En toen zei ik van, dit kan niet. En samen met de penningmeester hebben we besloten, we nemen even een pas op de plaats. Want we gaan over onze eigen euro, gaan we nog eens een keer extra belasting betalen. Ja, wat een verhaal, hè? Lekker. Het is ongelooflijk. Ja. Je wil juist die mensen steunen. Ja, om te denken van, die hebben de baat bij. Ja? Ik heb u ook horen zeggen, als we steun willen verlenen aan Sint Maarten, is dat zo geregeld. En als we steun willen verlenen aan de mensen bij mij om de hoek, dan ja, maar dat klopt precies. Is het bijna niet te doen. Nee, maar dat klopt ook wat u zegt. En het is gewoon het feit van dat we nu met een dimensionair kabinet zitten. Ja, en er neemt niemand verantwoordelijkheid. En wij willen graag het geluid geven naar Den Haag toe van, jongens, neem verantwoordelijkheid voor de boeren. Kijk eens wat er gebeurt. U heeft ook iemand meegenomen, Jan Overeem. U bent docent veehouderij aan het Eres MBO in Barneveld. Ja. U gaat ook letterlijk de handen uit de mouwen steken met z'n allen. Hè? Wat gaat u doen? Ja, wij gaan helpen met schoonmaken van de stallen. Leerlingen van ons die zetten we daarvoor in. En we hebben afgelopen woensdag al de eerste groep leerlingen gehad. Bij een bedrijf hebben we geholpen. Helpen ze graag?
Ja, begrijpen ze waar ze het voor doen? Ja, nee, dat is heel duidelijk. Ze willen met alle plezier helpen. Dus het moet ook allemaal passen. Het moet buiten de schooltijden om. Maar we krijgen genoeg leerlingen mee om... Ze doen het niet alleen voor de studiepunten? Nou, natuurlijk ook een beetje, hè? Ook een paar studiepunten. Ja. Maar uiteindelijk moeten ze dat gewoon uit zichzelf willen doen. Hoeveel geld hoopt u met z'n allen op te halen? Nou, heel veel. Ja, en als je ziet hoe het nu nog leeft, ja, dan ben ik van overtuigd dat dit een behoorlijk bedrag, maar waar het eindigt. Ja. Ik heb begrepen dat de gemeente Barneveld ook een duit in het zakje doet. Die gaan 150.000 euro bijdragen aan het leed van de boer om dat te verzachten. Aankomend weekend, dan is het NK uitsmijten. Daar was u ooit de winnaar van. En daar gaat u ook inzamelen. Mag ik hopen en u dat er ontzettend veel geld ingezameld wordt. En dat u het leed met z'n allen daar in Barneveld een beetje kunt verzachten. Ja, dat hopen we zeker. En dank voor uw komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Dat is heel erg. Oké, nou andersom jij. Wat was de vraag? De aftrap voor de Gelderse regenboogweek, waarin aandacht wordt gevraagd voor de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Homo is dat een jongen op jongen is en lesbisch dat een meisje op meisje is. Veel mensen die vinden dat dan heel erg eng om te zeggen. En je homo, dat is echt niet fijn. Dat voelt echt alsof je in een hokje zit en dan voel je echt helemaal opgepropt en voel je gewoon niet veilig of zo. Transgender, dat is... heet het transgender of... Doe het gewoon normaal. Iedereen mag gewoon zijn hoe die wilt zijn. Mij maakt niks uit, want hun worden dan gelukkig. Ja, als de mensen maar blij zijn. Dus. En als iedereen hetzelfde is, dan wordt het ook gewoon hier heel erg saai. Ja. Is er sprake van brandstichting of niet? Die vraag houdt de inwoners van Epal de hele dag bezig. Een felle, uitslaande brand legde vannacht 4 woningen aan de Klimtuin in de as. Nou, ik zou denken, het is wel heel stom, maar het is ook wel goed dat we er nog wel levend uit zijn gekomen. Misschien vond hij hem niet aardig. Kun je ook gewoon een klein kampvuurtje maken. Ja. Het is ook vooral eng als het in de nacht is. Want dan lig je gewoon te slapen en ineens hoor je een hele hoge piep van het brandalarm. Mijn vader gebruikt die ook af en toe om ons gewoon wakker te maken in de vakantie, als wij totaal niet wakker worden. Morgenavond moet het Nederlands elftal een monsterzegen boeken op Zweden om zich te plaatsen voor het WK in Rusland. Maar voor wie moeten we dan juichen komende zomer? Ja, ik denk dat als ik dan voor een ander land ben, toch wel België. Polen. Ik heb echt geen idee welke landen überhaupt meedoen, dus. Ja, je komt uit Polen, hij is Pols. Ja, dus. Als er een goal wordt gemaakt, dan kan je het 3 staten verderop nog wel horen. Alleen als Polen tegen Nederland moet, wat dan? Polen. Als er bijna het doelpunt komt, dan gaan ze zo staan. Had de dood van Anne Faber voorkomen kunnen worden? Die vraag had de familie van Anne gisteren. En die vraag hebben we eigenlijk allemaal. Dat maakt ook dat de petitie van een moeder die vraagt om opheldering vandaag al zo'n 220.000 keer ondertekend is. In die petitie staat: wij, het Nederlandse volk, eisen een onderzoek naar het falend rechtssysteem in de zaak van Michael P., die als verdachte is aangehouden in verband met de dood van Anne. Aan tafel Ernst Ameling, u bent forensisch psycholoog. U heeft in het verleden bij het Pieter Baan Centrum heel veel verdachten onderzocht of ze toerekeningsvatbaar waren. 18 jaar lang. 18 jaar lang. U ziet nog steeds veel gedetineerden en TBS'ers. En naast u Ivo van Kuik, u bent rechter bij het gerechtshof in Arnhem en heeft ook heel veel TBS-zaken gedaan. Faalt ons rechtssysteem hier, zoals in de petitie wordt gesteld? Dat zou ik niet durven te stellen. Ik vind het vanzelfsprekend dat er een grondig onderzoek plaatsvindt naar wat er mogelijk is misgegaan. Maar ik vind wel dat het onderzoek met een open mind moet gebeuren. Het falen in het achterhoofd? Nee, je kunt op dit moment niet zeggen dat het rechtssysteem gefaald heeft. Om me even te beperken tot de TBS, dat is volgens mij een goed systeem. Mm-hmm. Maar we blijven altijd afhankelijk van de kwaliteit waarmee een TBS wordt ten uitvoer gelegd. Ja. We hebben het allemaal natuurlijk heel uitgebreid meegekregen, maar toch even kort samengevat. Michael P. kreeg gevangenisstraf voor de verkrachting van 2 meisjes. Hij werkte niet mee aan dat onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Mm-hmm. Om te kijken of hij eventueel een stoornis heeft. En daardoor heeft hij eigenlijk alleen celstraf gekregen en geen TBS. Ja. TBS is een verplichte behandeling voor je stoornis, net zolang tot je beter bent. Had het wel gekund? Had hij wel TBS kunnen krijgen, ook als je niet meewerkt? Ja, maar dat is meer uitzondering dan regel. Maar het kan in principe, want het,
het advies of iemand een TBS nodig heeft, een maatregel als het TBS, geen straf, hè, een maatregel als het TBS nodig heeft. Dat advies is een advies en de rechter kan moet een beslissing nemen. Ja, heeft u als rechter wel eens de beslissing genomen, ja, zonder dat iemand meewerkte? Zeker, het komt niet vaak voor. De wet schrijft voor dat wil de rechter komen tot een opleggen van het TBS. Een advies moet worden uitgebracht door zowel een psychiater als een psycholoog. Maar hij is niet gebonden aan dat advies. Met andere woorden, als de psychiater en psycholoog volgens de regelen der kunst niet komen tot de vaststelling van een stoornis, dan kan de rechter beoordelen dat dat toch voldoende onderbouwing is voor het rechterlijk oordeel dat er sprake is van een stoornis. Ja, en kan dat makkelijk? Kun je dan toch zeggen, nee, van, nou, ik dat denk, is niet eerlijk makkelijk. Gezegd, denk nee. ik, bij al die mensen, als je zoiets hebt gedaan, twee meisjes verkracht, geweldsmisdrijven, dat is voor mij al reden genoeg om te zeggen, die meneer is van lotje getikt. Zo werkt het niet, hè? Dat mogen wij niet. Dan komen we voor de tuchtraad en terecht. Er moeten positieve argumenten zijn op grond waarvan we de stoornis kunnen onderbouwen. U moet het echt kunnen aantonen. Ja. Maar had het uitgemaakt als meneer TBS had gegeven? Want dat denken we nu allemaal. Van hoe kan het nou dat hij niet behandeld is? Dan had het uitgemaakt. Dat weten we natuurlijk maar goed, helemaal niet. Daarvoor moet je het dossier kennen. Hè? Ja. En een rechter zit wel met de handen in het haar als er geen duidelijke conclusies zijn over de aanwezigheid van een stoornis. Maar er kan verder materiaal zijn, bijvoorbeeld een ouder rapport, waaruit blijkt dat er eerder sprake was van gedragsproblematiek. Als die problematiek niet is aangepakt, dan kun je aannemen dat die problematiek er nog steeds is. Ja. Verder kan heel belangrijk zijn de bevindingen van de politie met betrekking tot de verdachte. Die bevindingen zouden goed moeten worden vastgelegd bij het opsporingsonderzoek. Dat kan gaan om bizar gedrag van een verdachte voor het feit, tijdens het feit en ook daarna. En wat ook nog belangrijk is, dat de deskundigen meestal wel een hypothese hebben. Want het gaat erom dat die hypothese getoetst wordt in gesprekken met een verdachte. Als hij niet meewerkt, dan blijft wel die hypothese over. Hij kan alleen niet worden vastgesteld. Maar je kunt hem natuurlijk niet in TBS opleggen. Als je eigenlijk, dan ga je hem behandelen terwijl je niet weet wat voor ziekte die heeft. Ja. Dat is ook voor, ingewikkeld. Ja. Maar het is wel mogelijk. Kijk, als iemand bepaalde dingen doet en hij gedraagt zich op de afdelingen zus en zo, en we hebben wat informatie uit het milieu van vroeger, voor zover bij elkaar te schrapen valt, dan heb je wel een idee wat je zoekschema is. Ik noem dat een zoekschema. Ja. In dit geval, als ik u dus mag onderbreken, krijg je een waarschijnlijkheid. Ja, dan kun je het. Ja. U heeft dit natuurlijk ook allebei gevolgd. En u bent allebei heel deskundig op dit terrein. Als u met wat u nu weet van deze Michael P. Ja, daarover kan ik geen uitspraak doen. Daarvoor bent u nog te actief in deze. Ja, dat klinkt flauw. Ja, dat is ik het moet ook. Het dossier kennen. Je kunt wel denken, nou. Maar u dacht toch net als ik ook op de bank van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Tuurlijk, maar dat gaan we uitzoeken. Maar de conclusie, die staat nog niet vast. Nee, en u? Nee. Als u wat u weet, denkt u dan van nou, deze meneer heeft toch echt het verkeerde padje gekregen? Ja. Maar het kan ook een heel slecht mens zijn. Is een IS-strijder sowieso gestoord als hij mensen onthooft? Nou, dat weet ik niet. Nee? Nee, dat weet ik niet. Nee. Bad or mad? Ja. That's the question. Slecht of gek? Ja. Ja. Als je mensen onthoofd, val je bij mij per definitie in de categorie gek, toch? Ja. Moreel onverantwoord gedrag is iets anders dan gestoord. Ja, dat snap ik. Ja. Maar toch, in die petitie staat ook, we willen opheldering hoe die zaak gaat. Maar wij vinden dat het rechtssysteem vindt dat het anders moet. Nou zijn er al wel voorstellen om met name die zedenzaken steviger aan te pakken. Het kabinet heeft daar al wat voorstellen voor gedaan. Hebben we daar wat aan? Nou, per 1 januari 2018 is in ieder geval een wijziging in de wet. In die zin dat wanneer de dwangverpleging voorwaardelijk beëindigd is, ja, de TBS, dat die levenslang kan duren. Ja. Daarnaast, na beëindiging van het TBS, kan er een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel worden opgelegd. Ja. Die ook dus dan moet je eventueel nog therapie of toch nog een enkelband of zeker, even wat. Zeker. En dan was er nog een voorstel, dat hangt nog bij de Eerste Kamer, dat artsen, hulpverleners gedwongen zouden kunnen worden om vertrouwelijke informatie over contacten met hun patiënt te kunnen geven. Nou, dat is wel heel ver. Dat gaat heel ver. En wat mij vindt u daarvan? Mij lijkt dat een te zwaar breekijzer. Want we hebben er ook belang bij dat mensen bij wie wat mis is, die behoefte hebben aan hulp, niet meer naar de huisarts of hulpverlener durven te gaan. Want dan zou u uit de school moeten klappen als u gesprekken heeft met een gedetineerde. Ja, maar ik vind dat ook erg ver gaan. Het medisch geheim of het beroepsgeheim in mijn geval.
Dat betekent, als dat op last van een rechter of de wet kan worden doorbroken, dat mensen niet zoveel meer zeggen. Nee. En, en dan ben je verder van huis. Ja. Precies, de problemen worden nog groter. De vertrouwelijkheid is dan. Als nu het stof rond deze zaak over een tijdje is neergedaald, even kort nog, wat zou volgens u bij dan de conclusie moeten zijn? Ja, ik heb het al gezegd. Het systeem op zich is al versterkt met allerlei extra veiligheidsmaatregelen. Daar zit op een gegeven moment een grens aan. Want je moet ook ruimte laten voor behandeling en verloven. Die op een verantwoorde manier verloven. Want bij die verloven toets je of de behandeling is aangeslagen. Zo niet. En de vraag is of dat hier goed gebeurd is. Dat maar het is voor u geen aanleiding om te zeggen, er moet iets veranderen. Op dit moment niet. Ik moet eerst weten wat er aan de hand is geweest. Het rechtssysteem faalt. Nee, er kunnen fouten worden gemaakt, want het is mensenwerk. Ja. Maar het systeem aan zich vind ik goed. Ja. Dank u. Ja. Dank u wel, beiden. Graag gedaan. Je zwager is ernstig ziek, heeft als grootste wens om naar de Rolling Stones te gaan. Maar de kaartjes voor aanstaande zondag in Gelredom zijn uitverkocht. Wat doe je dan? Willy Jansen, het gaat over jouw zwager, Leendert van Dis. Ja, klopt. Wil je kaartjes kopen? Ze zijn uitverkocht. Wat doe je dan? Ja, nadenken. Ik werd op mijn verjaardag wakker, vrijdagochtend, 7:30. En er kwam iets bij me in en ik zeg tegen Petra, ik ga naar Radio Gelderland Helpt. Ik ben hier binnen geweest, met iemand gesproken en die zei, ja, ik kan niks beloven, want we krijgen zoveel aanvragen binnen, van alles en nog wat. Maar we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. En het was niet zonder succes, jouw komst hier naar Omroep Gelderland. We gaan even kijken naar wat er vanmiddag gebeurde. Helemaal goed. Nou heb ik iets bij me. Maak maar open. Kan dat? Ja. Leendert. 2 tickets, hè? Jongen, toch. Je bent er helemaal van onder de indruk. Wat is dit prachtig. Ja, Leendert van Dis. Dat was vanmiddag. Stonden ze dan ineens bij jou in huis. Ben je een beetje van de schrik bekomen? Nog niet helemaal. Nee, nog niet. Nee. Je bent een rocker in hart en nieren, heb ik me laten vertellen. Ja. Hoe belangrijk zijn die Stones voor jou? Heel belangrijk, ja. Dus, nee. En dit is een hele grote wens, hè, die uitkomt. Ja, zeker. Ik was bij Pinkpop was ik en dacht ik dat het is de laatste keer, maar ze komen weer. Dus nou, gelukkig kan ik er weer heen. Dus, je bent er gewoon bij aanstaande zondag. Wie mag er met je mee? Erik, dat is een zwager. Oh, die er vandaag niet is. Ja, want er staan hier 2 knappe zussen van je. En je zwager, maar die gaan lekker niet mee. Nee, die gaan niet mee, nee. Waarom Erik? Ja, dat weet ik niet. Dat vroeg ik hem een keer. Het is gewoon de leukste van het stel, mag je best zeggen, hoor. Wat is het allermooiste nummer van de Stones? Ga maar weer, Angie. Ja, de mensen thuis weten het niet, maar je hebt net een gesprek ook gehad bij ons op radio. En daar werd dat nummer direct ingestart. En dat doet heel veel met jou, hè? Ja. Absoluut. Ja, maar het zijn ook tranen van vreugde, toch? Zeker weten. Ja. Absoluut. Ja, alleen dat jouw zwager heeft ALS, hè? Best hard achteruit ben je gegaan. Ja, klopt. Mag ik aan je zwager vragen wat het dan voor hem betekent om dit voor jou te kunnen doen? Absoluut, vraag me. Wat doet dit met jullie? Wat het voor mij betekent. Ja, om dit voor hem te kunnen doen. Ja, op zich sta je machteloos in alles. Er zijn geen medicijnen en ik probeer mijn onmacht om te zetten in daadkracht. En dan schiet er wel eens wat er binnen. Dus ik vind het helemaal super dat de mogelijkheid geschapen is door een onbekende. Weet ik niet waar ze de tickets vandaan gehaald hebben. De weldoener wil graag anoniem blijven, dat houden we ook zo. Ja. Jij hebt gewoon die kaartjes, daar gaat het om. En ga even naar je zus Carla, je was er vanmiddag ook bij, hè? Ik was er vanmiddag niet bij, ik zie het nu voor het eerst op beeld. Oh, wat doet het met jou? Ja, daar krijg je wel tranen van in je ogen, ja, dat hij er zo blij mee is en geëmotioneerd. Goed. Ja. Jullie zijn allemaal ontzettend bij hem betrokken, hè? Jullie doen heel veel voor elkaar als gezin, hè? Ja, ja. Ja, iedere dag altijd wel iemand, ja. Dus, mag ik je een hele gemene vraag stellen? Als je nou moet kiezen tussen je familie en de Stones? Toch mijn familie. Wow. Zo is het. En zondag is een heel mooi cadeautje in het Gelredome. Daar gaan jullie samen naartoe. Daar schiet ik ook vol, joh. Mag ik je onwijs veel plezier wensen? Zeker weten. En energie, gewoon die tranen laten gaan. Vreugdetranen dan, toch? Ik vind het ook het allermooiste nummer. En ik vond het echt super dat je hier was. En heel fijn dat dit wij voor jou hebben kunnen doen. Hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. Oké. Ja, geef me een applausje. Mooi. Ja, applaus en terecht.
Nou, iemand gaat in ieder geval heel erg genieten van het Stones concert. Stel, je vraagt vanwege je handicap en je rolstoel een speciale voorziening aan bij je gemeente, de gemeente Lingewaard. Je krijgt een afwijzing, zoekt uit waarom en ontdekt dan hele rare dingen. Carla Klaassen wilde een aangepast aanrecht waar ze met haar rolstoel onder kan. Maar in plaats daarvan kreeg ze van de gemeente Lingewaard een afwijzing en een hoop gedoe. Als ze haar dossier opvraagt, komt het SP-raadslid erachter dat het rapport van de keuringsarts op verzoek van een ambtenaar is gewijzigd, waardoor ze niet in aanmerking komt voor de aanpassing. Klopt, zegt de wethouder. Dat gebeurt wel vaker. Er is altijd hoor en wederhoor. In elk geval. In ieder individueel geval. Altijd weer hoor en wederhoor. En de arts is ook verantwoordelijk voor dat proces. Maar volgens Klaassen is dat in haar geval niet gebeurd. En is de ambtenaar op de stoel van de arts gaan zitten. En dat kan niet. Inmiddels heeft ze een klacht ingediend bij het Medisch Tuchcollege. Carla Klaassen, welkom uit Bemmel. Ja, als ik het dus even goed samenvat, wilde u graag een aangepast aanrecht. We hebben het even over hebben. De keuringsarts zegt, nou, dat snap ik, dat zien we, dat heb je inderdaad nodig. En de gemeente past die medische keuring gewoon aan en zegt, nee hoor. Vat ik het zo goed samen? Ja, nou ik heb in eerste instantie een aangepast aanrecht en een handbewogen rolstoel gevraagd. En die zijn beide afgewezen. En de gemeente heeft gewoon zelfstandig het medisch advies laten veranderen door de arts. En dat ontdek je dan en wat doet dat dan met je? Ik was totaal verbouwereerd. Ik denk, wat gebeurt hier nu? Je gaat ervan uit op het moment dat een bezwaarcommissie vraagt om een onafhankelijk medisch advies, dat er een onafhankelijk medisch advies gaat komen. En niet dat er dan een advies komt waarin een ambtenaar gewoon letterlijk een arts gaat dicteren wat hij op moet gaan schrijven. Ja, bizar. Olga Floris, u bent universitair docent gezondheidsrecht. Ja. U bent even in dit dossier gedoken, heeft alle stukken gelezen. Ja. En wat was uw conclusie? Ja, bizar. Eigenlijk dezelfde conclusie. We hebben gezien dat, wat Carla ook zegt, de ambtenaar van de gemeente de arts heeft gedicteerd wat hij moest wijzigen in zijn originele, zijn eerste rapport. En van een positief rapport voor mevrouw Klaassen is het omgedraaid naar een negatief advies. En dat gebeurde echt zo ongeveer met het dicteren door de ambtenaar aan de keuringsarts? Absoluut. Mevrouw Klaassen heeft haar dossier ingezien en vond daarin ook een mailbericht van de ambtenaar aan de arts. Ja. Waarin letterlijk wordt beschreven, nou dit willen we er nog inzien, dat moet eruit, dit moet erbij, enzovoort, enzovoort. Komt u dat, is dit... Denk ik dan alleen, hoe kan dat? Ja, dat denk ik ook. Ik zit zelf in een bezwaarschriftencommissie, ook van de WMO, maar dan in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De wetmaatschappelijke ondersteuning, ja. Ja, wetmaatschappelijke ondersteuning. En ik ben dit absoluut niet eerder tegengekomen. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar ik ga ervan uit dat het niet normaal is wat hier is gebeurd. Dan vraag je natuurlijk aan de gemeente en aan die artsen om opheldering. Ja, dat klopt. Wij hebben dat ook gevraagd. De gemeente zegt, we doen een intern onderzoek. Zolang willen we nog niet reageren en de artsen ook niet reageren. Maar heeft u wel antwoorden gekregen? Vanuit de gemeente niet. Vanuit de gemeente krijg ik ook geen antwoord. Er komt inderdaad een onderzoek, een extern onderzoek onder leiding van de gemeenteraad. De arts heb ik wel gesproken. Ja. En die ontkent het niet. Hij ontkent niet... Niet dat hij het heeft aangepast op verzoek van de gemeente. Hij geeft eigenlijk toe dat hij het heeft aangepast op verzoek van de gemeente. Ja. Nou bent u zelf ook... U heeft een dubbele pet op, hè? Ja, want u bent klopt. Ook gewoon fractievoorzitter van de SP in de gemeente Lingewaard. Klopt. Dus u zit zelf in die gemeenteraad. Ja. Wat mij verraste, want mijn collega was in die gemeenteraadsvergadering, is dat u eigenlijk verdomd weinig steun, maar verrassend weinig steun kreeg van uw gemeenteraadsleden. Die vooral zeggen van, door u krijgen wij een negatief verhaal over de gemeente. In plaats van dat ze zeggen, hoe zit dit, dit willen we tot op de bodem uitgezocht hebben. Ja, dat was natuurlijk iets wat wij verwacht hadden. En coalitiepartijen die proberen alles om hun wethouder in het zadel te houden. En dat is wat er nu speelt. Ja. Ze willen gewoon voorkomen dat er een wethouder door fouten die gemaakt worden naar huis gestuurd worden. Ja, wat kun je met zoiets dan? Want nou hebben we een goed gebekte iemand absoluut. Die het overkomt. Dat is ook iets wat ik extra... kwalijk vindt. We hebben het over een kwetsbare groep mensen die aanspraak doet op allerlei voorzieningen vanuit die wetmaatschappelijke ondersteuning.
Nou, mevrouw Klaassen kan heel goed haar woordje doen, gelukkig. Maar dat kan lang niet iedereen. Nee. En zeker mensen bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking, die begrijpen al helemaal niet meer. En er zijn heel weinig mensen die durven wat mevrouw Klaassen heeft gedaan. Dat is het dossier opvragen. Het dossier van de gemeente en het dossier van de arts. Ja, nou. U zegt er zijn meer mensen die hier tegenaan lopen. U heeft een klacht ingediend met het Medisch Tuchtcollege. Er komt nu een intern onderzoek bij de gemeente. Wat kunt u nog meer doen? Ik ga naar de rechter. U stapt naar de rechter? Ik stap naar de rechter. De bezwaarcommissie, de hele procedure via de gemeente heb ik doorlopen. Het is twee keer hebben ze mijn aanvragen afgewezen. Ja. Dus mijn stap is nu gewoon naar de rechter. En dat ga ik ook zeker doen. Maar dat is voor de voorziening, hè? De bestuursrechter voor de voorziening. Precies. Ja, dat maar behandelen rest, van de gemeente, daar zou je ook nog wat kunnen. Dat klopt. Nou, wachten we af. Wordt vervolgd. Dus zijn we nog lang niet mee klaar. Sterkte daarmee en dank je wel voor uw verhaal. Geen dank. Dankjewel. We halen wel wat. Het afhalen van gefrituurde gerechten bij de snackbar om de hoek is al generaties lang een traditie voor miljoenen Nederlanders. En dus moet het halen van een zak friet op de immateriële erfgoedlijst. Bij mij in de studio Ubel Zuiderveld. Ja, ik noem je maar de officieuze frietprofessor van Nederland. Ja, als ik dan aan friet denk, we hebben wat gehaald. Hè, want zo ziet het dan uit. Het is dus een slag plastic zakje. Dat is bijzonder, want die krijg je niet vaak meer. Nee, deze. Hè? Tegenwoordig gaat het allemaal in papier zakken. Maar zo hoort het, hè? Dit is volgens mij de traditie. Moet je wel een dubbeltje betalen, maar deze hoort er eigenlijk bij, ja. Ja, maar ik denk dan, patat, dat is Belgisch. Dat is toch helemaal niet uniek voor Nederland? Nou, patat is helemaal niet Belgisch. Dat is Frans. Net als kroketten zijn ook Frans. Maar onze Nederlandse snackcultuur is natuurlijk wel heel Nederlands. Kijk, Engeland heeft zijn vis- en chipszaken. België heeft zijn eigen frituurcultuur. Maar wat in Nederland allemaal in de vitrine bij elkaar ligt, dat vind je nergens typisch op de Nederland. Wereld. En hoe belangrijk is het dan dat het op zo'n lijst komt? Dat het zeg maar een officiële status krijgt? Ja, daar kun je over twisten. Ik bedoel, er zal geen revolutie van uitbreken. Nee, toch? Maar het is natuurlijk wel zo, op die lijst staan al heel veel. Bijvoorbeeld Volksfeest in mijn dorp staat erop. De stroopwafel staat erop. De eierbal. De Tilburgse kermiskoek, geloof ik. Dus ja, het is natuurlijk toch leuk om zaken die typisch Nederlands zijn, om daar in ieder geval een beetje voor in de bres te springen. En het is deel van onze cultuur. Maar het is hartstikke ongezond. Moeten we daar trots op zijn? Ga toch even kijken wat mijn collega gehaald heeft. Oh, lekker. Oh ja, frikandel. Frikandel is natuurlijk wel een echt Nederlandse worst. Dus die is zo Nederlands als het maar kan. Die ligt in België tegenwoordig ook in de zaak. Ik weet dat mijn cameraman ook al heel lang aan het werk is. Even kijken of hij een frietje wil. Ja? Ja, hij wil wel. Oh, hij neemt gelijk de hele zak, zie ik. U heeft de aanvraag voor het Nederlands Frituurcentrum onderbouwd. Ja. Hoe onderbouw je zoiets? Nou ja, als je al, ik geloof dat ik 25 jaar geleden mijn eerste boek schreef over de snackbranche. En inmiddels 4 of 5 boeken erover geschreven. Dus ja, dan moet je dat bijna uit je blote hoofd kunnen natuurlijk. Maar als je kijkt, het is toch, kijk, dat weten mensen nu niet meer. Maar na de Tweede Wereldoorlog was er schaarste in Nederland. Restaurants, die waren voor de chique mensen, hè, niet voor de gewone man. Die wilden geen eten voor weinig geld bijvoorbeeld aanbieden, zodat iedereen daar wat kon halen. Toen zijn massaal die cafetaria's ontstaan. Sterker nog, de cafetaria is eigenlijk de opstap geweest voor eten buitenshuis voor heel veel mensen. Ja. En voor iedereen was het betaalbaar. Ja. Ik denk dat ik maar gewoon even rond moet gaan met die friet. Ja, daar komt hij zeker op. Wilt u zelf ook een frietje? Ja, absoluut. Lekker, nog steeds? Tuurlijk. Ja, nee, dat blijft lekker. Denk toch? Aan de calorieën, niet te veel. Ik ga gewoon even rond en dan ga ik ondertussen even naar Colin. Jij kunt niet zingen met je mond vol. Nee. Dus als jij zingt, dan hou ik een paar frietjes voor je over. Dat is goed. Ja? Ja. Zak en as. Een frietje. Misschien dat ze op kan beuren. Nooit geweten dat een zak vol erfgoed was. Wil je dolgraag met je rolstoel naar de Stones toe? Of is die aanvraag misschien ook aangepast? Je hebt het recht om zelfstandig te kunnen wonen en om ook een keer de Rolling Stones te zien. Maar ik denk steeds aan Anne Faber. Zo erg wat er met haar is gebeurd. Bewaar de schuldvraag liever voor later, want eerst moet er nog
worden getreurd. Ja, eerst moet er nog worden getreurd. Prachtig, dankjewel Colin Hoeven. En heel graag tot volgende week. Ja, dan hebben we hier geen frietjes, maar wel gewoon weer bitterballen. Dus kom dan ook lekker hier naar onze studio in Arnhem. Fijn weekend.